Goedemorgen allemaal. Morgen. Ik ben blij dat ik hier weer mag staan en dat ik weer een boodschap mag brengen. En helemaal in deze serie, een beetje als aftrap, onderweg als leerling. Wat betekent het om onderweg te gaan als leerling van Jezus? En ik duik eigenlijk gewoon meteen in een persoonlijk verhaal wat ik wil vertellen. Het was de jaren 80 in een flatgebouwtje in Schiedam, vlakbij Rotterdam. Ik was denk ik rond de 2 jaar oud en mijn opa kwam als een van de weinige keren op bezoek. Hij had namelijk niet heel veel behoefte om ons te zien. Hij was namelijk echt een principiële man, protestantse man. En hij vond dat, was het eigenlijk niet zo mee eens dat mijn broer en ik geboren waren uit een relatie wat geen huwelijk was. Daar had hij moeite mee. En mijn moeder was verliefd geworden op een Turkse, islamitische man. En mijn opa vond dat maar niks. Mijn vader was inmiddels teruggegaan naar Turkije. En zodoende woonde ik daar met mijn broer en mijn moeder. Maar na veel gezeur dus van mijn oma, besloot opa om op een dag toch langs te komen. En je kunt je voorstellen dat zo'n bezoek natuurlijk onwennig is en dat het awkward is. En dat, ja, dat het niet helemaal goed ging. En op een gegeven moment stapte ze maar weer eens op en wilde hij de deur uitlopen. En het blijkt dat ik hem bij zijn hand pakte. Toen ik, als een klein manneke kon ik waarschijnlijk net lopen en ik pakte zijn hand. En hij vertelde, nog voordat hij overleed, dit verhaal. En hij vertelde erbij dat sinds die ene hand hij beloofd had om voor mij en mijn broer te zorgen. Omdat we anders zonder vader zouden opgroeien. En dat is nogal een belofte. Daar zeg je nogal wat. Maar zonder te overdrijven durf ik te zeggen dat hij dit meer dan 20 jaar heeft gedaan. Tot aan zijn dood eigenlijk. Pretparken, logeerpartijen van weken, boswandelingen. Soms waren we de hele dag in het bos met mijn opa en oma. Stiekeme 10 gulden briefjes, guldens, die hij dan aan ons gaf en zei van niet tegen oma zeggen. Maar ook de verhalen, de wijsheid die hij ons meegaf. Maar wat vooral is blijven hangen aan hem, na al die jaren als trouwe opa, het gaat om wat je doet. Hij beloofde iets en hij deed het. Hij kon zijn stellige mening, en dat, als je me had gekend, dan had je geweten dat dat echt stellig was. Een koppige man was het. Maar hij koos ervoor om zijn mening los te laten. Even te parkeren. Want het was belangrijker om lief te hebben. Wat hij eigenlijk zo mee heeft gegeven, en ik besef me dat steeds meer, is dat woorden tekortschieten. Het gaat om wat je doet. Ik vertel dit verhaal niet om mijn opa op een voetstuk te zetten. Tuurlijk, voor mij was hij een held. Maar hij was ook niet perfect. Daar gaat het me niet om. Ik vertel dit verhaal omdat het een gebeurtenis is wat dichtbij mij ligt en dat ik zelf ken uit mijn leven.
En waarin iemand deed wat juist was en dat gewoon volhield tot aan zijn dood. Maar om eerlijk te zijn, is wat hij deed soms ook zo ontzettend confronterend. Hij heeft een lat hoog neergelegd voor me. En eigenlijk door dat, wat hij deed, heeft hij gezegd van, dit is liefde. En heel vaak in mijn leven kijk ik ernaar. En ik merk ook dat het me raakt weer. Want dan denk ik, ik kan dat toch niet? Ik kan toch ook niet zo zijn? Hoe vaak zeg ik het een, doe ik het ander? Hoe vaak zeg ik afspraken af? Hoe vaak wil ik met de beste intenties er voor mensen zijn, maar als het recht op aankomt, ben ik er niet altijd? Hoe vaak zeg ik uit mijn geloof, heb je naaste lief? Maar schiet ik tekort in het laten zien van die liefde? Maar die lat waar ik over spreek, is precies wat ook de hoofdpersoon van ons, ja, voor ons eigenlijk vandaag voorhoudt. Het is Jacobus. Het is de broer van Jezus. En ik ga heel kort even vertellen over wie hij was. In zijn brief, hij heeft een brief geschreven in de Bijbel en hij heeft eigenlijk als hoofdthema dit. Het leggen van een hoge lat. Voeg je daad bij woord, want woorden schieten vaak tekort. En het is zo ontzettend confronterend. Als je Jacobus, de brief van Jacobus leest, dan krijg ik dit gevoel van, oké, hij is heel duidelijk. Hij is heel direct. Geen omhaal aan woorden, maar gewoon to the point. Voeg daad bij woord. En mij is gevraagd om de weg van Jacobus als leerling van Jezus te bespreken. En wat een weg is hij gegaan. En wat een brief heeft hij geschreven. Jacobus is de jongere broer van Jezus. Hij komt uit een gezin van in ieder geval 5 zonen. En er worden ook dochters genoemd, dus hij heeft ook wat zussen. En hij komt uit het plattelandsplaatsje Nazareth. En waarschijnlijk stond hij daar, was hij best wel bekend, want zo'n plaatje telde ongeveer 400 mensen. Dus dat ons kent ons. Mensen kenden hem waarschijnlijk inderdaad, omdat hij was de zoon van een timmerman ook nog. Dus voor je plaatselijke klusjes, voor de plaatselijke karwei, kon je daar bij hem terecht. Maar dan op een dag worden ze echt beroemd. Want de oudste broer zou bekend komen te staan als de zoon van God. En het lijkt uit de Bijbel duidelijk dat Jacobus eigenlijk niet zoveel meer van Jezus begrijpt. Dit is mijn broer. Hier heb ik mee gespeeld, hier heb ik mee gelachen. Ik heb hem wel eens getreiterd. En nu is hij opeens God. En Jezus zegt ook ergens in de Bijbel dat hij, in Matteüs zegt hij ook dat hij niet gekend wordt door zijn familie. Dat eigenlijk in zijn eigen plaatsje in Nazareth, dat Jezus daar heel weinig geloof kon vinden. Waarschijnlijk omdat iedereen hem kende als, ja, dat is die zoon van de timmerman. Die heeft nog wat balken voor mij gezaagd en nu opeens is die God. Dus hij vond daar heel weinig geloof in zijn eigen dorp. Dus Jacobus volgde Jezus niet zomaar even. We hebben het over de leerling van Jezus, maar Jacobus moest in het begin weinig van hem hebben. Dan horen we ook een hele tijd niets meer van Jacobus in de Bijbel. Totdat Jezus sterft, opstaat uit de dood. En wie bezoekt hij? Jacobus. Hij bezoekt allemaal verschillende mensen. Hij bezoekt zijn leerlingen. Maar hij gaat ook even bij zijn broer langs. En dat is gewoon heel bijzonder. En het lijkt erop ook dat de ogen van Jacobus hier opengaan.
En dat blijkt ook, want Jacobus wordt zelfs een van de leiders van de eerste christenen. Een van de pilaren. Hij wordt zelfs Jacobus de wijze genoemd. En dat is ook een beetje een parallel met het leven van Paulus. Als je Paulus kent, dan weet je ook dat Paulus in het begin eigenlijk niets van Jezus moest hebben. Sterker nog, hij vervolgde de christenen. Dan verschijnt Jezus op een gegeven moment aan hem, terwijl hij onderweg is naar Damascus. Dan gaan dus de ogen van Paulus open en vervolgens wordt hij het tegenovergestelde. Een van de pilaren ook van de vroege kerk. En zo kun je dat ook zien. Je had Jacobus en Petrus in Jeruzalem, die wilden het verhaal van Jezus aan de Joden bekendmaken. En je had Paulus die erop uittrok. Die ging naar de vreemde landen en de vreemde volken. En van Paulus kennen we die brieven wel. Galaten en Romeinen, Corinthiërs. Maar er is ook een brief van Jacobus in de Bijbel beland. Hij heeft ook een brief geschreven. En hij schrijft die brief aan, hoogstwaarschijnlijk aan vervolgde Joodse christenen. Dus Joden die christen zijn geworden. En deze brief wordt ook aan hem toegeschreven. En wat staan er van die scherpe bekende teksten in? Ik denk ook als je hier vandaag bent en je gelooft niet, dan zul je waarschijnlijk deze wel herkennen, want het is ook een spreekwoord geworden. Laat uw ja, ja zijn. En uw nee, nee. Ik denk dat je die wel kent. En ook andere. Bijvoorbeeld nader tot God. Dan zal hij tot u naderen. En ik twijfelde ook eens. Er zijn zoveel mooie teksten. Waar ga ik het over hebben? Want het is zo'n rijke brief. Maar eigenlijk, bij het lezen van de brief, opnieuw en opnieuw ontdekte ik dat het hoofdthema van de brief, dat dat één kernboodschap is waar je echt niet omheen kunt. En dat is waar we ons op richten vandaag. Het koninklijk gebod. Het koninklijk gebod van Jezus. Wij kennen hem, zo ken je hem misschien. Heb je naaste lief als jezelf. Heb je naast lief als jezelf. En Jacobus, die komt hier tot de kern. Hij pakt echt het hart van het christendom. Het koninklijk gebod dat Jezus omschrijft als de samenvatting. Het is de samenvatting van alle wetten. En van alle woorden die in de geschiedenis door de profeten zijn gezegd. Als je iets moet onthouden van Jezus en het christendom, dan is het dit eigenlijk. Samen met het gebod dat Jezus uitspreekt over het liefhebben van God. Met alles wie je bent en wat je hebt. Jacobus kon dus van alles schrijven in die brief die hij rondstuurde naar die Joods-christelijke gemeenschappen. En die mensen hadden waarschijnlijk niet veel om mee te werken. Ze hadden misschien alleen elkaar nog. Ze zaten in die vervolging, die onderdrukking. En dan kiest hij ervoor om meteen tot de kern te komen. Als ik iets moet schrijven wat van belang is, dan is het dit wel. Heb je naaste lief als jezelf. Maar dit maakt het zo'n confronterende brief. Want het zijn hele mooie woorden. Maar Jacobus, die geeft er eigenlijk een twist aan. En die zegt dat het moet landen in de praktijk. Het moet landen in onze levens. Ik lees een stuk voor wat hij daarover zegt. Wanneer u echter het koninklijke gebod volbrengt, dat de schrift geeft, heb uw naaste lief als uzelf, dan handelt u juist. Maar als u op het uiterlijk afgaat, begaat u een zonde en bestempelt de wet u als overtreders. Met andere woorden,
Het is niet een gebod dat je alleen maar uitspreekt en erkent als, ja, dat is waar. Deze moet gedaan worden. Doen. En ook in de woorden die hij gebruikt, hij heeft het over het volbrengen van dit gebod. Hij heeft over het handelen. Hij heeft het over werken. En hij onderstreept dit ook met een ontzettend scherp voorbeeld. Ik lees het voor. Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt. En een van u zegt dan, het gaat je goed, kleed je warm en eet smakelijk. Zonder de ander te voorzien van die eerste levensbehoefte, wat heeft het voor zin? Zo is het ook met het geloof. Als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. Wat scherp. Als het zich niet bewijst, is het dood. Is het er niet? En denk je misschien, ja, die Jacobus, waar haalt hij dat vandaan? Nou, Jezus zelf zei het volgende in de bergrede. Niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen, Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam? Jacobus verzint dus niets nieuws hier. Als leerling van Jezus kiest hij ervoor om deze boodschap te herhalen en te verscherpen. Heb je naaste lief als jezelf? Gaat om een geloof in Jezus dat niet bestaat uit alleen maar zeggen, erkennen dat het zo is, maar ook uit doen dat het zo is. En ik zat thuis een beetje te schetsen en vaak als ik dan een Bijbeltekst lees en ik snap het niet helemaal, dan teken ik dingen uit, dan schrijf ik woorden op een vel en uiteindelijk ben ik hierop gekomen wat ik met jullie wil delen en misschien helpt het om het beter te begrijpen. Als je kijkt naar Jacobus en hoe hij het geloof in Jezus ziet, dan valt het hem op dat mensen eigenlijk zeggen en doen opsplitsen. En hij zegt eigenlijk van, je moet daar doen aan toevoegen. Want anders hou je een gebroken hart. En heb je een gebroken liefde. Als het alleen maar bestaat uit zeggen, dan moeten daar de daden aan toegevoegd worden. Dan moet het doen er ook zijn. En dan is die liefde compleet. Voor hem was het dus eigenlijk één ding. Geloven in Jezus. Het is zowel zeggen als doen. Als je dan kijkt naar het voorbeeldje waar we net naar hebben gekeken, met de armen die dan komt voor kleding en voor voedsel. Als je zegt, heb je naaste lief als jezelf, als je dat erkent. En je zegt vervolgens tegen die armen, het gaat je goed. Ja, dan dat is op zich, daar is niks mis mee. Laat dat duidelijk zijn. Het is natuurlijk hartstikke mooi om iemand iets te wensen. Maar Jacobus, die zegt, je kan dat wel zeggen, maar je moet eigenlijk iets doen in dit geval. Want als iemand aangeeft dat hij geen eten heeft en geen kleding heeft, dan is het een daad van liefde om die persoon dan ook gewoon kleding te geven. In het klein eigenlijk, hè? Gewoon doen.
Woorden schieten vaak tekort. We horen het en we vergeten het ook weer snel. Sterker nog, iemand die echt die basisbehoeften nodig heeft, die is er niet mee geholpen. Maar als je daad bij woord voegt en je geeft iemand die kleding, je geeft de voedsel, dan is degene op zo'n menselijke, zo'n praktische en krachtige manier geholpen. Degene heeft geen kou meer. Degene heeft geen honger meer. En dan volgen we Jezus. Dan komt zijn liefde en zijn barmhartigheid de omgeving in. Het is die confronterende lat waar ik het over heb. Die mijn opa ook zo hoog voor me neer heeft gelegd. In mijn persoonlijke leven liet hij daarmee zien dat dat het juiste was om te doen. Hij beloofde wat, zette zijn stellige mening opzij en maakte het waar. Vandaag denk ik dat Jacobus deze lat nog veel hoger legt, eerlijk gezegd. En het is misschien net als de bergreden van Jezus. Hij noemt allemaal zaken die zo goed zijn om te doen. En als je het leest, denk je dat dat is toch zo moeilijk, zo onhaalbaar. Maar toch vraagt Jezus ons om de poging te wagen. Ga er in ieder geval voor. Het is niet om ons een schuldgevoel te geven. Het is niet de bedoeling dat we ineens allemaal bezige bijen worden met burn-out. Bezige bijen met burn-out. Ik hoor het nu. Bek lekker. Dat kun je even ergens opschrijven als reminder. Bezige bijen met burn-out. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het gaat erom dat we Jezus volgen. En als het dus gaat om die liefde en die barmhartigheid voor hen die verdrukt worden, dan is dat het juiste om te doen. En laat ook heel helder zijn, soms ben je zelf degene die arm is. Soms ben je zelf degene die het even niet meer ziet zitten. Soms ben je zelf degene die hulp nodig heeft. En dan ga je door zware tijden heen. En dan is het juist weer aan de rest om iets voor jou te kunnen betekenen. Hoe moeilijk het ook is, en hoe liever ik het graag anders had willen zien, denk ik, we kunnen hier gewoon niet omheen. We moeten hier iets mee. Christen zijn stopt niet bij een mooie levensbeschouwing. Het stopt niet bij theologie. En er zelfs het erkennen dat Jezus Heer is. Het gaat door. Het gaat door naar de praktijk van alle dag. Het gaat door naar de ethiek. Het gaat door naar het tonen van die daadkrachtige liefde aan hen die het nodig hebben. En dat betekent ook dus als je hier voor het eerst bent en misschien geloof je niet, misschien ben je geen christen. Dan is het denk ik mooi om te weten dat wij als christenen dit wel als opdracht hebben gekregen. Namelijk om jou lief te hebben. En als christen ben je geen perfect mens. Helemaal niet. Het is een mooie weerspiegeling van de maatschappij zoals we hier met z'n allen zitten. Maar het zou zo mooi zijn als we in ieder geval dan tegen jou wel kunnen zeggen, we doen ons best. We willen iets voor jou betekenen. Wat kunnen we voor jou betekenen? Daar willen we mee beginnen. En ik vind het ook zo mooi dat als ik hier om me heen kijk, dan weet ik echt wel dat er heel veel mooie werken van naaste liefde al gedaan worden. Ik kan allemaal grote geloofshelden opnoemen. We zeggen vaak Moeder Teresa of Martin Luther King.
Maar zoals wij eigenlijk ook de bevrijding van Nederland mee hebben gemaakt door mensen zoals jij en ik. Zo wil ik eigenlijk wat mensen noemen die eigenlijk hier in het klein, in hun eigen leven, zulke krachtige daden hebben gedaan. En natuurlijk mag ik die mensen niet bij naam noemen. Want dat is ook weer heel typerend voor mensen die het gewoon doen. Die gewoon de liefde laten zien. Hun naam hoeft nergens opgeschreven te worden. Ik ken iemand hier die in de achtergrond heel veel tijd en liefde steekt in gesprekken voeren met mensen die het heel moeilijk hebben. Om de een of andere reden belanden ze altijd bij haar. En dan gaat ze gewoon met ze zitten, doet ze een bak koffie en luistert ze. Zonder oordeel. En als er mensen zijn die door zware tijden heen gaan en het gewoon even lastig vinden om praktische zaken voor elkaar te krijgen, zoals koken, avondeten. Dat denk je heel vaak niet aan als je het moeilijk hebt. Dat er ook nog dat soort basisdingen zijn die moeten gebeuren. Dan zorgt zij ervoor dat er een lijstje komt, een WhatsApp-groep komt, waar mensen dan kunnen aangeven om een keer te koken voor die mensen. En dan brengt ze het naar die mensen toe. Ik weet van iemand hier dat hij een geldpotje heeft in een restaurant. Daar stopt hij elke keer wat in. Dat heeft hij met het restaurant afgesproken. En als er dan zwervers zijn of mensen die het niet zo breed hebben, maar toch zin hebben in een bak koffie, dan mogen zij uit dat potje geld pakken. Om even een bakkie te doen. En wij weten denk ik allemaal wel van de kerstpakketten die we naar de gevangenis uitsturen. De pijlenkast, helpende handen, noem het maar op. En als je om je heen kijkt, dan kunnen we vast nog veel meer voorbeelden zien. En misschien ook in je eigen leven dat je dat herkent. Maar om in die lijn verder te denken, dacht ik, is het niet fantastisch om gewoon eigenlijk een soort van brainstorm te hebben. En nu doe ik hem even in je eentje. En ik hoop dat je hem dan thuis zelf ook nog verder gaat doen. Als we wat doe-ideeën neerzetten. Nou, dit had ik genoemd, hè, avondeten voor anderen, een geldpotje voor koffie, kerstpakketten. Groeten van nieuwe mensen. Nou, Tom vertelde dat natuurlijk net al van dat als je hier nieuw bent, dat je dat kunt, dat je naar de contactbalie kunt gaan. En dat je daar ook je vragen kunt stellen. Mooi zou zijn als we dat gewoon als kerk al zien, hè, dat mensen nieuw zijn, dat we naar ze toe gaan, begroeten en ook misschien vragen, wat kunnen we voor jou betekenen? Je loopt hier binnen, wat is je verwachting? Wat hoop je te vinden? Wat kan ik praktisch voor jou doen? Dit hoor ik vaak. Ik bid voor je broeder. En God zegen je. Nou, daar is echt helemaal niks mis mee. Ik vind het fantastisch als mensen voor elkaar bidden. Als mensen, ja, als het ware een zegen meegeven. Maar in sommige tijden zou je misschien het kunnen aanvullen met iets. Wat kan ik voor je doen? Wat kan ik praktisch voor je doen? Het kan iets heel kleins zijn. Hè? Ik had het net over dat koken. Ja, misschien helpt het jou als iemand dat even een avond voor jou doet. Ook in het verhaal van Jacobus zie je eigenlijk bijna voor je dat die mensen zeggen van, het gaat je goed, hè? En ik hoop dat het je gaat lukken. Eet smakelijk. Je ziet het als het ware doen en tegelijkertijd weglopen van, zometeen moet ik nog wat gaan maken ook of zo. En Jacobus is daar dus heel fel op en die zegt dan eigenlijk gewoon van, geef die persoon dan wat. Dat heeft hij op dat moment nodig. En dat is dit hier ook. Er is er eentje, en dat is een die raakt mij eigenlijk altijd. Dat vinden we ook echt terug in de Jacobusbrief. Als we zeggen, heb je naaste lief als jezelf, dan zou het zo mooi zijn als wij in wat we doen voor elkaar geen onderscheid maken tussen arm en rijk. Tussen hetero's of homo's. Tussen gescheiden mensen of getrouwde mensen. Samenwonende mensen of singles.
Ik denk dat we allemaal onze mening over mensen mogen hebben. Maar we worden hier opgeroepen om hier iets mee te doen. Heb je naast lief als jezelf? Ja, als we dat zeggen, kan ik dan ook bereid zijn om mijn mening even te parkeren en iemand de liefde van Jezus te laten zien? Ik denk dat het mooi is als we het aan onszelf overlaten. Als ik het ook bij jou kan laten liggen, bij jullie en bij mezelf. En ik wil eigenlijk heel praktisch aan jullie vragen. Ga deze week eens aan iemand vragen. Wat kan ik voor jou doen? Waar kan ik jou mee helpen? En misschien wel iemand waar je in eerste instantie niet zo makkelijk op afstapt. Maar Jezus die zocht ook de mensen op die juist verdrukt werden. Ik ga hiermee afsluiten. Die lezers van de Jacobusbrief, die leefden in verdrukking. Hadden misschien niet zoveel meer. En ik zat te denken, stel dat wij weer een oorlog mee zouden maken. En we zouden niet meer zoveel meer hebben. En van alles zou wegvallen. Het kerkgebouw. Misschien hebben we geen Bijbels meer. Misschien hebben we geen zondagen meer waar we kunnen samenkomen. Geen rituelen. Geen preken. Geen liturgie en geen samenzang. Maar hebben we deze kern nog? Heb je naaste lief als jezelf. En we zouden dat gaan doen in ons dagelijks doodnormale levens. Misschien geen opwekkingen, maar in het klein en in het groot tonen wij die simpele, daadkrachtige liefde voor de mensen die het nodig hebben. Ik geloof dat de kerk dan gewoon blijft bestaan. Volgens mij leeft het christendom gewoon voort. En zijn wij de handen en voeten van Jezus. En wordt het koninkrijk van God gewoon verder gebouwd. Want waar woorden tekortschieten, gaan de daden hardnekkig verder. Amen.